Mijn naam is Robin en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag is er deel 2 van hoe neem ik mijn scherm op en edit ik mijn video's. Ik maak deze video omdat er nog wat onduidelijkheden waren over de vorige video. En ik bedoel, kijk naar de views, is toch insane? Dus, laten we beginnen. Het eerste wat we natuurlijk gaan doen is op de share knop klikken. En in dat menuetje klik je op instellingen voor delen en uitzenden. Zodra we daar zijn gekomen, klik je op uitzend instellingen. En als je daar bent, moet je klikken op uitzendingen voor audio delen. En klik op microfoon opname in videoclip. Zo, nu kan je video's opnemen met geluid. Laten we eens een testje doen. Ga naar de game die je wilt opnemen. Mensen, je kan niet uit je game gaan en dan opnemen. Je moet in een game zitten. Als je opname wilt starten, klik je 2 keer heel snel op de share knop. Wat je ook kan doen, is op het einde van de video op share knop klikken en op de video, dan staat hij hem automatisch op. In het menu heb je natuurlijk zelf gekozen hoe lang je video wilt. Dit kan van 30 seconden tot 60 minuten. Ik raad aan om dit 60 minuten te doen. Als je de video weer wilt stoppen, klik je 2 keer weer snel op de share knop. Als je video wilt opslaan, moet je naar de galerij gaan. Klik op de game die je hebt opgenomen. En kopieer dit naar een USB-apparaat. Dit is alles wat je moet weten voor je PS4. Say what? Wat ook handig is, is om een editprogramma te hebben. Het editprogramma wat we hier gaan downloaden is Vegas Pro 15. In onze beschrijving kan je onze Discord joinen. En in onze Discord staat de link naar het editprogramma. Als je wilt downloaden, klik je op download. No shit! En wanneer het klaar is, heb je hem op je computer staan. Wanneer je het wil openen, klik je op openen in en dan het bestand. Is die eerst aan het downloaden en krijg je een ander bestandje. Op dit bestandje klik je. Als je op dit bestandje klikt, krijg je 2 keuzes en klik je op het onderste. Wanneer je dit geïnstalleerd hebt, heb je als het goed is een heel editprogramma. Nu gaan we onze cam bij onze video zetten. Je klikt bij je cam op dit icoontje. Als het goed is, krijg je dan net zoals linksonder. Je pakt een hoekje en maakt dit groter. Nu kan je ook je achtergrond zien. Zet het op de goede plek waar je het wilt hebben. En voilà, je hebt een cam bij je video. Wat je natuurlijk moet doen, is je video wel even selecteren. Anders heb je een onvolledige video. Als je naar File gaat en naar Render As, dan ga je naar Magic AVC AAC MP4 en kies je waar je mee wilt renderen. Je geeft je video een naam, ik geef het als voorbeeld de test en ga het renderen. Jongens, we zijn ook bezig met onze eigen server te maken. Het enige probleem is, we zoeken nog mensen. Denk jij dat je geschikt bent? Denk aan bouwen of coderen of andere dingen die een server nodig heeft. Ga dan naar de link in de beschrijving. Of naar het YouTube homescherm. En klik op een van de links. Als je je geschikt voelt, solliciteer dan nu. Wat je moet doen is, je naam geven, in de beschrijving zetten waar je goed in bent. En waarom je je geschikt ervoor voelt in je Minecraft naam. En natuurlijk je e-mailadres, zodat we je terug kunnen mailen. Jongens, willen jullie nog meer tutorials zien? Zet dan in de reacties wat jullie als volgende tutorial willen hebben.
En dan zie ik jullie volgende video. Later.